Rotary Club Paramaribo Central is in samenwerking met Interact TTT Suriname en Rotaract Club of Genesis een project gestart om 2 maandelijks het zorgpersoneel van de ziekenhuizen in de bloemetjes te zetten. Met de Appreciation Day wordt waardering getoond aan het zorgpersoneel voor het harde werk dat ze dagelijks doen. De COVID-19-pandemie heeft veel uitdagingen met zich meegebracht, maar het zorgpersoneel is gewoon blijven werken. Tijdens de Appreciation Day worden pannenkoeken gebakken voor de zorgwerkers. Dit project is in september 2021 gestart. De ziekenhuizen die toen zijn aangedaan zijn het Wanica en het Diaconexen ziekenhuis. Afgelopen vrijdag zijn de zorgwerkers van het Slans Hospitaal en het Sint-Vincentius ziekenhuis verwend met overheerlijke pannenkoeken die liefdevol zijn bereid. De pannenkoeken worden steeds in stijl afgeleverd door motorrijders van de motorclub Pakiras die dit project volledig ondersteunen. De komende periode worden de werkers van de overige ziekenhuizen verrast op Appreciation Day.